Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 14 maart. Erik Verzijde neemt afscheid bij MEP. Charles Groenhuizen leidt debat in Bokstel. En theaterstuk De Vrek in première. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel, Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. De Bokselse hockeyclub MEP moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Erik Verzijde neemt namelijk afscheid als coach van het eerste elftal. De bevlogen oefenmeester behaalde meerdere sportieve successen met zowel het vrouwenteam als Heren 1. DBC Nieuws polste de reacties op zijn afscheid bij de Bokselse hockeyclub en stelde de vertrekkende trainer nog enkele tactische vragen. Erik Verzijde die gaat vertrekken. Hoe vind je dat? Oh, dat wist ik niet. Dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Als jij nou hem moet beschrijven, hoe beschrijf je hem dan? Een hele goede coach. Heel tactisch. Heel sterk. Waar gaat hij eigenlijk heen? Nou ga je weg. Als je nou terugkijkt, hè, wat is nou jouw mooiste succes hier bij MEP geweest? Mijn mooiste succes? Nou, dan ga ik even terug naar vorig jaar met de Silver Cup met hierheen. En play-offs gehaald in de competitie. Helaas hebben we die wedstrijd verloren in play-offs. Niet gepromoveerd in de overklasse. Maar in de Silver Cup die finale ronde bereikt. De finale wedstrijd gespeeld. Helaas verloren van KZ. Die zijn uiteindelijk gepromoveerd naar de overklasse. Maar tweede van Nederland worden in de Silver Cup is een prachtige prestatie. En als ik dan terugkijk naar de periode met dames heen. Het eerste jaar helaas gedegradeerd uit de overklasse. Maar het jaar erop gelijk weer gepromoveerd door kampioen te worden en in de play-offs Eindhoven te weten slaan in de best of drie. Waarom ga je stoppen? Waarom ga ik stoppen? In goed overleg met het bestuur, gewoon samen geëvalueerd, gekeken wat is goed voor de club. En je bent nu al 4 jaar met deze groep bezig en het is mooi geweest. En ik ben trots dat ik hier sta nog steeds. En ik heb hier 7 fantastische jaren gehad. En ik ga nog mijn uiterste best doen dat dit team gaat promoveren naar de overklasse. Nou heb je in één keer ben je geen trainer-coach meer. Wat ga je doen? Dat weet ik nog niet. Alles ligt open. Ik ben in gesprek met MEP om te kijken of ik nog iets kan doen hier binnen de club. Mijn groep weet het sinds 2 weken dat ik ga stoppen. En momenteel lopen er wel gesprekken met 2 clubs extern. Wordt dan een club die hoger speelt dan MEP? Ja, momenteel wel. Ja. Hij weet wel alles goed te organiseren. Hij kan alle randvoorwaarden wegnemen voor het team, dus dat is allemaal geregeld. Ja. En als je op technisch vlak kijkt, waar zit zijn kracht dan? Ja, ik denk dat voornamelijk het mentale vlak, jongens daarin begeleiden, zijn kracht is en daar wel een team van weet te maken. Als hij weg is, wat ga je missen? Wat ga je missen? Ik denk dat, het is echt een clubman. En ik ben ook een clubman. Dus dat clubgevoel dat... Ik denk dat als je een andere coach neerzet die van buiten afkomt, dat toch weer anders is. Dus ik denk dat het meest ga missen. Ja. Erik Verzijde die gaat weg van Heer 1, hè? Echt waar? Dat wist ik helemaal niet. Een hele positieve en een hele goede coach. Heel betrokken natuurlijk. En altijd een luisterend oor. Ja, hij helpt het team wel altijd heel goed. Hij is wel heel fanatiek. De Bokselse politici gingen vorige week met elkaar in gesprek tijdens het debat van werkgeversclub SPIN. De zaal van Café Rembrandt was goed gevuld en alle partijen hadden hun lijsttrekker of wethouderskandidaat afgevaardigd. Verkeer en de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladong vormden de rode draad in de levendige discussies tussen de lijsttrekkers en het publiek. Sylvain Hekspoor van SPIN opende het debat. Presentator Charles Groenhuizen loodste de aanwezigen door een interessante avond over de toekomst van ondernemend Bokstel. Aan de hand van 3 stellingen kwamen diverse verkeersthema's aan bod. Zo was de beoogde fietstunnel op de plek van de dubbele overweg voer voor discussie. De nieuwe verkeersplannen van de gemeente Bokstel werden door de inwoners van Bokstel aan de kaak gesteld. Gespreksleider Groenhuizen prees de open discussie tijdens de debatavond en de aanwezigheid van veel vrouwelijke raadsleden. Voor de lijsttrekkers is het nu hopen dat de avond zorgt voor extra stemmen tijdens de verkiezingen op 21 maart. Waar de politici tijdens het debat nog tegenover elkaar stonden, stropten zij vrijdag en zaterdag gezamenlijk de mouwen op tijdens NL Doet. Op maar liefst 12 locaties in de gemeente Bokstel deden vrijwilligers klusjes voor een goed doel. Zo werd er hard gewerkt in de buurtuin aan de Bandervrouwenlaan. Buurtbewoners haalden oude planten weg en vlochten poortjes en bankjes van takken. Er werd ook flink schoongemaakt in Bokstel.
Zo kreeg het muziekhuis een poetsbeurt en leden van D66 haalden rondslingerend zwerfvuil op. Ook de geitenwei naast de Amalia-school in Bokstel ziet er weer spik en span uit. De stallen, de vijver en de wei werden grondig aangepakt. Bij Scouting Bokstel werden alle binnendeuren en kozijnen voorzien van een nieuwe laklaag. Maar ook op andere plekken zetten vrijwilligers zich extra in. De speelplaats van basisschool Hup aan de Tijvert werd gepimpt. De buitenverblijven van de kinderboerderij aan het Apollopad werden geschilderd. Het oertijdwoud kreeg groot onderhoud en scholieren van het Baan der Heren College verzorgden een lunch voor 50 ouderen van de Zonnebloem op hun school. Alle deelnemende organisaties kijken terug op 2 geslaagde dagen. In een uitverkocht gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel ging vrijdag theaterstuk De Vrek in première. De toneelspelers van theatergroep Orion haalden onder leiding van regisseur Minke van Hoof het beste uit elkaar naar boven in een komisch spel vol hierigheid, egoïsme en liefde. Het komische stuk stamt uit 1668 en vertelt het verhaal van de hierige Monsieur Harpagon, ofwel De Vrek. Hij krijgt te maken met de liefde en de verwarring die dit met zich meebrengt. De theatergroep heeft veel aandacht besteed aan de decors, kostuums en fijnzinnige dialogen. Verrassend zijn ook de stomme filmpjes die de spelers opgenomen hebben. Deze fragmenten zorgen voor een geestige overgang tussen de scènes. En het einde? Diegenen die het komische stuk kennen, weten dat in ieder zijn grootste liefde vindt. Of dit nu in de vorm van persoon of geld is. De Liemse buurtvereniging Den Berg bestond afgelopen zondag precies 50 jaar. Reden genoeg om de trouwe leden die er vanaf het prille begin bij waren in het zonnetje te zetten. Zij werden getrakteerd op een brunch in café Het Wapen van Liemt. Dat was meteen de aftrap voor het feestjaar van de vereniging. We zijn hier vandaag om te herdenken dat de buurtvereniging Den Berg vandaag 50 jaar bestaat. 50 jaar geleden is door een vijftal mensen uit de toenmalige buurt het initiatief genomen om een buurtvereniging op te richten. 50 jaar later, veel activiteiten later en heel veel leuke dingen later zijn we met bijna 600 mensen. Ik ben 50 jaar lid bij de buurtvereniging en ik heb vroeger samen met 5 anderen de buurtvereniging mee opgericht. Dat was in 1968. Veel jonge jeugd bijgekregen door de nieuwbouw van de Heidonk in die tijd. We hopen dat er nog meer huizen bij komen in Liemde, hè? Ja, dat is te hopen. Ja. Nou, was leuk aan een buurtvereniging. Als je een buurtvereniging opstart en het is de bedoeling om een verbinding te krijgen met de buren en met de hele buurt. Nou, en die buurt die hing heel erg aan elkaar. Eenheid vind ik zo leuk, omdat het allemaal één is. Als het allemaal eens zijn. We zijn echt allemaal eens onder elkaar. Dus, We doen heel het jaar door van alles organiseren om in elk geval de onderling contact en de samenhorigheid in de buurt te stimuleren. En dat lukt eigenlijk boven wel goed. Mijn man heeft het mee opgericht met de buurman hier. En dat is enig, denk ik nog wel met 2 die het er nog zijn van de oprichting. Ik ben de penningmeester. Aha. Ik gooi over de centen dus. Ja, wij zijn belangrijk voor deze vereniging. Alle dingen die we organiseren vind ik belangrijk. En vooral zeker voor de kinderen. Het is toch de oplossing voor de integratie van de mensen, toch? Dat is, maar daarom zeggen wij altijd, hier in Liemt gaat alles goed. En in Boksel wordt nooit, er lukken nooit meer verenigingen. Dat mag ik misschien wel niet zeggen, maar... Hoor ik nou weer een kleine sneer naar Boksel? Ja, een klein beetje. In het weekend van 8, 9 en 10 juni houdt Den Berg nog een groot jubileumfeest in Liemt. Dit was DBC Nieuws voor deze week. En wilt u ons nog eens terugkijken? Nou, dat kan. Kijk dan eens op Facebook of YouTube van Brabant Centrum of Omroep Dommeland. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.